Je zou denken dat het bijna niet meer kan. Maar de allerrijkste Nederlanders zijn vorig jaar nog weer rijker geworden. Staat in deze quote 500. Maar wie zijn nou de echte klappers? Wie springen eruit? De top 3 kennen we inmiddels wel zo'n beetje. Die is ieder jaar ongeveer hetzelfde. We hebben de topvrouw van Heineken, de man achter Randstad en dan weer de man achter Luxaflex. In totaal hadden de rijksten van Nederland samen een vermogen van ruim 160 miljard euro. Een stijging van zo'n 11 procent. Sinds 2007 is hun vermogen niet zo hard omhoog gegaan. Maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. Dit is de grootste stijger in de lijst: de mysterieuze Arno Schuif. Hij is de technisch baas van betaalbedrijf Agen. En het klopt dat je hier geen foto van hem ziet. Hij wil namelijk helemaal buiten de schijnwerpers blijven. We weten dus niet hoe hij eruit ziet, maar wel dat hij flink rijker is geworden. Geld dat hij waarschijnlijk verdiend heeft met de beursgang van Argent. Hij had bijna 2,2 miljoen aandelen verkocht zo'n 12% bij die beursgang. Ja, en dus staat Schuif nu op plek 26 in de lijst en heeft 1,1 miljard euro. En Zijn vermogen is in één jaar tijd ruim 1400% procent gestegen. En daarmee is hij de grootste stijger in de Quote 500. Sowieso zijn beleggers Adjen hofleverancier van de Quote 500 dit jaar. Acht mannen en vrouwen staan er in hun lijst dankzij hun aandelen Adjen. We hadden net al Arnoud Schuif, maar er is ook nog Pieter van der Does, de CEO. Vorig jaar had hij nog 150 miljoen. Inmiddels staat hij met 810 miljoen euro op plek 39. En dan is er nog medeoprichter John Kaspers. Hij staat op plek 42 met 770 miljoen en heeft dus ook geen foto. En deze is het meest opmerkelijk in dat lijstje met cashers van Agen, prinses Mabel van Oranje. Zij is nieuw in de quote 500 en staat op plek 149. En die plek die dankt ze grotendeels aan haar aandelenpakket, Agen. Die heeft ze al een tijdje. Ze was waarschijnlijk een van de eerste investeerders. En bij de beursgang verkocht ze een deel en dat leverde haar 40 miljoen euro op. Maar ze heeft er ook nog een heel aantal en dat brengt haar totale vermogen op 240 miljoen. En als laatste viel ons nog de grootste daler in de lijst op, die komt uit een heel andere sector. En dat is deze man, Hans Struik. Bekend van, jawel, de soepen en de kant-en-klaarmaaltijden van Struik. En laat het nu juist met die soepen niet zo lekker gaan de laatste tijd. Struik verloor in een jaar tijd zo'n 40 procent van zijn vermogen. Hij heeft nu nog zo'n 90 miljoen euro over. En daarmee valt hij bijna uit die lijst. Zo snel kan het ook weer gaan bij die superrijken.